want ik had er ook niet meer kunnen zijn. De dood was echt dichtbij. Vandaag staat verdachte terecht omdat hij op 21 februari 2023 te Schravenhage geprobeerd heeft de heer Ziere te vermoorden door meermalen met een mes in de buik en of onderarm te steken. Tijdens de zitting woensdag zei de verdachte dat hij handelde in een opwelling. Eerder zou hij tegen de politie gezegd hebben dat hij de arts dood zou maken als hij hem niet zou helpen. De verdachte bood zijn excuses aan de huisarts. De impact op de huisarts is nog altijd groot. Ik ben zo blij dat ik hier vandaag ben om te praten. Want ik had er ook niet meer kunnen zijn. De dood was echt dichtbij. Die ochtend van 21 februari bracht ik mijn kinderen weg en ging daarna met mijn dokterstas op pad. Ik wist niet dat jij, Michael, die ochtend met een mes op zak vertrok. Je had een paar dagen eerder een afspraak gemaakt. Waarschijnlijk omdat je niet lekker in je vel zat. Je was al een tijdje down en leefde in je eentje. Eerder had je al lichamelijke en mentale problemen, maar hulp zoeken deed je niet. Waarom heb je deze afspraak juist met mij gemaakt en niet met je eigen vertrouwde dokter? Wat wou je bereiken? Je gaf niks prijs tijdens ons gesprek. Ik wist echt niet wat er in je omging, terwijl ik mijn best deed om je te helpen. Je was zo onvoorspelbaar. Zonder iets te zeggen stak je me toen we bijna klaar waren. Ik was bezig de deur voor je te openen en jij stak me twee keer in mijn buik. Een derde steek kon ik nog net tegenhouden met mijn arm. Je liep daarna gewoon weg, alsof er niks gebeurd was. Daar lag ik dan, in doodsangst en met veel pijn. Gelukkig waren mijn collega's er snel bij en kwam de ambulance ook snel. Mijn vrouw was er gelukkig snel en we konden nog even praten voordat ik geopereerd werd. In het ziekenhuis hebben ze er alles aan gedaan om me er doorheen te slepen. Zoveel mensen waren erdoor geraakt, uit de hele zorg en daarbuiten. Die steun heeft ons echt goed gedaan. Lichamelijk ben ik er nu wel aardig bovenop, maar de impact is groot. Ik heb er nachten van wakker gelegen en denk nog steeds aan wat je hebt gedaan. Ik kan je haast niks kwalijk nemen, maar ik ben wel boos. Boos omdat nu alles op zijn kop staat, omdat mijn gezin eronder lijdt en ik niet meer als dokter kan werken. Maar nu krijg je in ieder geval wel de hulp die je nodig hebt. Gedrag heeft altijd gevolgen, voor jou en voor anderen. Ik hoop ooit de rust weer te vinden om voor anderen te zorgen. Als mensen mij vragen hoe het gaat, zal ik goed zeggen. Ik geloof dat dat ooit weer echt zo zal zijn. Dank u wel. De volledige ontoerekeningsvatbaarheid van de verdachte en dus het feit dat verdachte geen strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt, brengt met zich mee dat het Openbaar Ministerie ontslag van alle rechtsvervolging zal vorderen. Maar daarnaast eist het Openbaar Ministerie de ongemaximeerde TBS-maatregel met dwangverpleging, aangezien het gaat hier om een geweldsmisdrijf, een zeer ernstig geweldsmisdrijf tegen een persoon.